Ja. Dag vrienden van Siroop, welkom bij een nieuwe video van de Juni Challenge. Dankjewel alvast voor de inzendingen voor de Juni Challenge jingle. Er zijn al een paar inzendingen geweest. Ik heb ook al gehoord van verschillende mensen dat ze een Juni Challenge jingle aan het maken zijn. Als ze benieuwd zijn naar de persoon die de Juni Challenge jingle heeft gemaakt voor... Hey, zwijg eens. Als ze benieuwd zijn... Het is 5 uur hoor, iedereen stopt weer met werken. En de ambtenaren. Als je benieuwd bent naar de persoon die de Juni Challenge jingle heeft gemaakt van vandaag, dat is Sarah van het YouTube kanaal Monster Hugs. Haar kanaal staat hier in de beschrijving. Zoals je ziet is de siroopkijf al een klein beetje meer ingekleed. Het begint te komen. Deze video is een koffie met siroop dat ik eigenlijk al een tijdje geleden heb opgenomen. Dus het speelt zich af in de vorige siroopkijf. Dankjewel, Skatehouse. Zijn we er klaar voor? Ik ben klaar, boer. Dag vrienden van Siroop. Vandaag nemen we koffie met siroop op. Het probleem is, we hebben al 2 Red Bulletjes open gedaan. Het wordt Red Bull met siroop. En Jeff. Hallo. Eigenlijk moeten we koffie met siroop met 3 mensen doen. Hè? Oh, dan gaan we 3 mannen in photoshoppen. Wie moet er naast ons zitten? Wie weet dat je altijd alles in gesprek wil hebben. Het is een celebrity waar je van denkt. Want je hebt ook wel veel zelfs waar je van denkt, volgens mij is het echt een klootzak in de echt. Ja, daarom, de eerste keer dat ik Casey Neistat ontmoette, ja. Dan was ik daar wel heel bang voor. Want ik wou niet dat het een klootzak was. En ik wist wel, eigenlijk zeide hij dat een klootzak was. Een beetje wel. En, anders doe je dit. Ja, voilà, niet, voilà. Dus ik ben blij dat ik daar eigenlijk niet lang mee heb kunnen praten. Ja, maar je hebt er wel mee gepraat. Dus ja. Je hebt zo wel de ervaring gehad van... Zo even, en dan oké, dat was genoeg. En dan oké, ik zie hem nog graag. Weet je wat? We zullen PewDiePie naast ons zetten. Ja, PewDiePie gewoon naast ons zetten. Dat is goed. Hey, PewDiePie. Hey, baby. Hey. Come here. We gaan hug you. Voor de mensen die het concept niet kennen, koffie met siroop is, jullie kunnen ons vragen stellen. Eigenlijk is het een Q&A. Q&A, maar met een mooie naam. Ja, met een mooie naam. Dat verkoopt op YouTube. Ja, dat is branding. Heel belangrijk. Branding. We gaan eens naar de Twitter-mobiel. Zeg, veel mensen liken dit zonder vragen te stellen trouwens. We zijn gewoon heel likable personen. Ja. Maar wij zijn zo die celebrities waar niemand mee wil praten. Voor welke film kijken jullie het meeste uit at the moment? Ja, naar welke film kijk je? Ik heb zo'n vermoeden dat Joker ertussen gaat staan. Ja, ik moet wel zeggen, het was altijd Infinity War voor mij. Tot de Joker trailer nu uitkomt, dan heb ik zoiets van... Wat komt de Joker dit jaar nog uit? Ja, oktober. DC is zo nieuwe dingen aan het proberen, hè. Eindelijk? Zo. Dus alle flops zou je toch wel denken van... Er komt een nieuwe zombiefilm uit. Ben niet zo'n zombie mens. Maar echt een topcast. The Dead Don't Die. Origineel, maar. Ja, maar wat, hè? Ik ga eens de cast overlopen. Selena Gomez. Wauw. Adam Driver. Daar ben ik van. Oké. Okay. Bill Murray. Oeh, ja, mooi. Het is een Zombieland flashback. Ja, inderdaad. Tilda Swinton. Stevig. Steve Buscemi. Hey, ze zijn toch nu al geïnteresseerd aan het worden in een zombiefilm, hè? Als Steve Buscemi in een zombie speelt, dan kom maar. Danny Glover. Danny Glover ken ik wel. Iggy Pop. Oh, Iggy Pop doet gewoon mee in een zombiefilm, hè? Ik, vooral Adam Driver, omdat Adam Driver was voor mij ook het beste uit Black Klansman. Is ook het beste uit rond de Star Wars muur. Adam Driver is ook het beste in The Last Jedi en The Force Awakens, vind ik persoonlijk. Dus ik vind dat een heel interessante acteur. Oké, maar die film komt dus dit jaar ook uit. Volgende vraag. Als je kunt kiezen tussen filmen of editen? Monteren. Ja, same. Dat is altijd het deel van... Dat vertelt het verhaal, hè. Dat is het deel van de hele videoproductie. Niet dat er zoveel productie achter mijn video's zit. Maar eigenlijk, het leukste voor mij is ten eerste het schrijven en met het idee komen. Het filmen is zo bijzaak, dat is geen waar ik het meeste tegenop kijk. Mm-hmm. Want dat is gewoon niet to get it out of the way. En dan kan ik beginnen monteren, thumbnail maken. Dat is het leuke deel. Ja. Het schrijven is voor mij altijd het plezantste, denk ik. Omdat ik moet kiezen tussen filmen en monteren, dan pak ik ook wel monteren. Want dat is waar je het samentrekt en waar je er nog dingen tussen kunt steken. Ja. Zijn er ervaringen waar je aan terugdenkt en denkt van, damn, ik heb eruit geleerd. Kan positief, negatief zijn? Zo echt specifieke ervaringen? Niet echt, denk ik. Ik zit echt in een fase dat ik serieus aan het bijleren ben. Oh ja? Nee, maar om eigenlijk de vraag compleet samen te vatten, dat is iets wat ik gewoon geleerd heb afgelopen jaar ook. Sinds dat ik zo... mee beginnen focussen ben op mijn eigen verbeteren en zo wat opbouwen, ook met dat ik gewicht verloren ben, met dat ik terug wat meer gefocust heb op werk en school, is dat je overal iets dat meepakt. Ik haat het gezegde van alles gebeurt voor een reden, maar ergens als je van daaruit vertrekt, heb je zowel iets alles gebeurt voor een reden, dus suck it up, ja. Pak het mee. Ja. Dat is een beetje wat ik geleerd heb. Ja. Gewoon afgelopen 2 jaar, dat zijn de grote dingen dat er voor mij uit is gekomen eigenlijk. Hoe pijnlijk dat ook inderdaad kan zijn, zo van... Het alles kunnen leren, maar wat ik allemaal meegemaakt heb de laatste maanden,
Het heeft mij op... Allee, dat klinkt zo fucking ja, cliché, dat klinkt cliché, ja. Maar het heeft mij echt wat sterker gemaakt. Ik zie mezelf liever ondertussen. Ik ja. ben een zekerder persoon geworden. Ik voel me sterker. Maar ondertussen ja. zit ik wel in de cactus. Het is soms leuker om onwetender te zijn, maar het wel goed hebben. Zo. Dat is een beetje... Kent je... Hoe noemt het nu weer? De mythe van Sisyphus? Sisyphus? Ik weet niet of je dat wat uitspreekt. Dat zeggen we nu. Is dat niet de kerel die de steen naar boven duwt? Ah, ja, ja, ja. Dus zo net niet er geraakt. Van ja, hij raakt er nooit net niet. En hij is gedoemd om dat voor de eeuwigheid te doen. Dat is zijn hel. Maar op, ja, maar op den duur beseft hem van... Whatever. Ik ga dat gewoon doen. Ik duw mijn eigen erdoor en ik heb er gewoon fun mee. Mm-hmm. Dat is het eigenlijk. Ik denk dat iedereen op een bepaalde leeftijd in die fase gaat raken. Ja. Ofwel leefde niet lang genoeg en sterfde gemakkelijk. Ofwel leefde lang genoeg en moeten leren omgaan met situaties. En er toch het beste van maken. Therapie met siroop. Ja. Een therapiesessie. Ja, nee, dat is zo. Het is letterlijk elke aflevering van de film België ook. Mensen die nog niet geabonneerd zijn op de film België, het staat hier ook onder. Nee, echt wel een aanrader. Dat is echt nog ondergewaardeerd. We stonden, ik weet niet of Cedric al iets over gepost heeft, maar we stonden deze week in het Telenet magazine, Playmore magazine. Podcast over film. En we stonden tussen een hoop internationale podcasts en tussen Gremlins en we stonden helemaal bovenaan bij de film. Nee, en hoe komt dat? Ja, ik weet dat niet. Cedric stuurde dat ineens door en wij stonden daartussen. Oh, hoe cool nice is dat? Ja, ik vond dat ook wel cool. Ik zal jullie de screenshots laten zien. Oh, ja. Oké, misschien toch niet zo onderwaardeerd. Zie je? Volhouden. Volhouden, dat is de boodschap. Het is wel waar. Dat is het? Doen. Ja, wij doen dat ondertussen ook al bijna 3 jaar. Dus dat is... Amai. Oh, ik ben blij, jong. Word ik gelukkig van. Next vraag. Next vraag. Ja. Heeft Jeff al bloed gegeven aan het Rode Kruis? Yes. En nog een dilemma. Ofwel altijd een zeepsmaak in uw mond, ofwel altijd honing in uw schoenen. Ik eet er graag voor de zeepsmaak. En ja, ik heb net een grote hekel aan shit in mijn schoenen. Oh man, dat is echt een moeilijke, hè. Echt, als mijn voeten wak zijn, dan word ik echt onnozel. Maar echt onnozel. Ik kan dat niet lang volhouden. Ik denk dat je meer eet, allee, ik toch, dan dat je wandelt. Ja, dat weet ik. Dus ik ga voor de honing in de schoenen. Ik denk, ik ga toch voor de zeepsmaak, denk ik, hoor. Ik vind dat een rare keuze. Weet je, fuck it, ik ga het gewoon zeggen, maar... Je kunt viezere dingen doen als alles, ja. Als alles naar zeep blijft smaken. Hè. Op seksueel vlak kun je nieuwe grenzen ontdekken, hoor. Je doet ergens een rimjob. Ja, inderdaad. Rollen. Alles smaakt toch nog naar zeep. Oh, boy. Het staat alleen maar permanent op het internet. Je gedroomde werkplek. Gedroomde werkplek. Mijn gedroomde werkplek is mijn eigen man cave. Ja, en ik zit erin in mijn gedroomde werkplek. Ja, ik niet. Ik moet wel zeggen, ik werk echt... Ik moet zeggen, dit is echt mijn lievelingsplekje waar ik werk. Ik werk hier echt graag. Dat is gewoon een paar vierkante meter met mijn computer. En niemand anders. Ja, als dat je nodig hebt. En het internet, voilà. Ik moet gewoon op mijn eigen zitten, rustig. Ik ben snel tevreden op dat vlak. Nee. Red Bull, Monster of energiedrank van de Aldi? Eigenlijk werk ik voor Red Bull en die sturen blikjes. Red Bull app en al zo'n ding. Ik vind het een heel leuke klant. Op een manier ben ik verplicht om dat te zijn waarschijnlijk, maar nee, het is echt wel zo. Echt een leuke klant, die zijn ruimdenkend. Ik heb dat ook al meerdere keren gehoord, dat wel een bedrijf is die snappen het, hoe dat werkt. Ja. Waar mensen graag mee samenwerken in het algemeen. Ze zijn wel streng. Ik vind jullie heel streng, maar dat is niet per se slecht. En ja, de visie klopt, klopt. En dus dat vind ik naar perfectie toewerken op dezelfde manier dat jij het doet misschien. Ja, ik volg ze wel. Oké, als ik moet heel eerlijk zijn, mijn favoriete energiedrank aller tijden is Sugar Free Red Bull. Dus, ja, maar echt? Dus heb jij dat nu aan het drinken? Ja. Ik heb altijd gezegd, dat is ergens op mijn Twitter ook nog, dat mijn favoriete energiedrank aller tijden is. Hey, Red Bull, als je aan het kijken bent, send him some stuff. Ik vind die beter als die gewone. Wat vind je... irritante / stomme dingen die mensen doen tijdens het kijken van een film, thuis of in de cinema? Ik ga nog wel graag naar de cinema, soms. Maar ik ga niet graag in groep ook niet. Ik ga graag met één iemand extra, waar je zo af en toe nog iets tegen kunt zeggen ofzo. Of zo, dat je zo alle twee naar een film zit waar je alle twee naar uitkijkt en dan gebeurt er iets en dan gewoon zo... Ja, ik heb het gezegd. Toch zwijgen, gewoon zo. Trouwens, spoilers voor Logan. Logan, amai. Moest er iemand Logan nog niet gezien hebben? Ja, nee, maar... Ik was toen aan het kijken met iemand. En die zei hij op van...
Ik denk dat Logan gaat sterven. Dat is de laatste film met Hugh Jackman. Ik denk dat Logan ook gaat sterven, ja. Nee, het was niet de kerel naast, maar het was niet van mijn vrienden. Het was van mensen voor ons. Dat was de reden dat ik zo kwaad was tegen. Dat ik van zwijg gewoon. Ik denk dat hem dood gaat gaan. Ik zeg alleen. Dat zijn van die mensen die zo luid op praten in de cinema. Dat is één grote reden waarom ik niet graag naar de cinema ga. Tweede reden bij mij is kinderen. Ja, kinderen die meestal ook in cinemazalen zitten waar ze niet horen te zitten. En of zo'n film. Mama, waarom doet hij dat nu? En dan legt die moeder daar ook nog uit. Zo van, hey! Dat is ook iets van later, als ik op mijn eigen woon, moet ik gewoon een deftige tv hebben en een goede plaats waar ik kan zitten, want ik weet gewoon dat ik heel veel film ga kijken. Ja. Ja. Ik heb wel graag nog iemand erbij. Ja, ik ook wel. Erbij, zo. Maar dat is geen optie. Oké, slide into the comments in plaats van de DM's. Versier die jongen, voilà. Het ding is gewoon, als er dat één iemand erbij hebt, die kijkt, en je merkt zo vanaf minuut 10 dat hij zo... Toch zo de interesse naar de film. Ja. Dat zeker als het een film is die jij hebt. Ja. Oh, die is zo goed. Die is zo goed. Moet die dat kijken. Dat een... daar heb ik moeite mee. Goed. Oké, dankjewel. Dankjewel om te kijken aan iedereen die tot hier is geraakt. Zo'n zwaar karwei om je tot hier te sleuren. Elk half jaar kom weer terug zitten. Misschien niet op deze locatie. Nee, dit huis gaat me... Allee, maar dan... Ah, trouwens, als je een siroophuis wilt kopen, heb je 250.000 euro over. Ik heb nog geen 100 euro op mijn zichtrekening staan.